Beste mensen, welkom in een nieuwe videoverslag vanuit Taiwan. Ik heb weer een paar dingen meegemaakt die ik vandaag even in deze vlog met je wil delen. We gaan onder andere naar het werk van de vader van Iris. Daarna reizen we door naar de hoofdstad van Taiwan, Taipei. Daar gaan we op bezoek bij de zus van Iris. Maar ik wil je voornamelijk ook een absurd verhaal vertellen dat we werden gebeld door een Taiwanese bank. Jongen, wat omslachtig, jongen. Maar voordat we daarmee beginnen, gaan we eens even kijken hoe het gas thuis wordt aangeleverd bij de ouders van Iris. Enjoy the video. Dus wij zitten 's ochtends even lekker een kopje thee te drinken en opeens gaat de deurbel. Het was nog best wel vroeg, dus ik vraag aan Iris, haar moeder, van ja, wie is dat? Ja, dat is de gasman. Kijk, daar komt hij. De gasman. Zo wordt gas geleverd in Taiwan. In oudere woningen. Nieuwe appartementen is het niet meer, maar in de woning van Iris haar ouders nog wel. Als je gas dan op is, ja, dan bel je gewoon een mannetje op en dan komt die nieuwe fles brengen. Die installeert hij even in je keuken en dan kan je weer verder. En misschien zeg je van, Peus, wat is dat houtje touwtje, joh? Ja, maar moet je even kijken hoe die gasflessen vervoerd worden. Dat is nog veel meer houtje touwtje, kijk dan. Een soort rijdende bom. Als IS mijn video ziet, dan zeggen ze van, oh, dat is eine gute Idee. Hoezo associeer ik IS met Duitsers trouwens? Nou, afijn. Zo wordt het vervoerd in Taiwan, die gasflessen. Gas is trouwens niet duur in Taiwan. Het wordt allemaal geïmporteerd LNG uit Amerika al jarenlang. Ze hebben genoeg havens om het te kunnen importeren. En de elektriciteit kost 0,18 cent per kilowattuur. Ja, ja, beste mensen. Daar kun je je airco'tje wel van laten draaien. In Nederland moet je dat niet doen. We zijn hier bij het kantoor van de vader van Iris. En het is vrijdag. Vrijdag is het toch vandaag? Vrijdag. Het schema. Vrijdag schema. Weinig te doen, zo te zien. Wat doet jouw vader precies? Export, hè? Export. Ja, die exporteert allerlei dingen en dan weer een dag naar India en dan weer hier naar Taiwan. Ze hebben vrij weinig te doen, maar dat gaat allemaal automatisch. Maar Iris' vader was vroeger politieagent, detective of rechercheur. En het werkt in Taiwan zo, als je bij de overheid werkt, langer dan 25 jaar, dan mag je met pensioen. En haar vader is begonnen met te werken bij de politie toen hij 20 was. Dus hij heeft zijn 45e, is hij al met pensioen gegaan. Daarna, ja, ben je dus vrij en dan krijg je een goed salaris. Maar ja, wat moet je dan doen? Dus hij is gewoon andere dingen gaan doen, een beetje als, ja, voor de leuk. Hij zit met al zijn vrienden, ja, hebben ze dit bedrijf hier. En dit bedrijf is 3 etages hoog. En het grappige is, ik mag boven het filmen, want het is nu vrijdag. En ze zitten met z'n allen op vrijdagochtend mahjong te spelen. En Iris haar moeder zei, ja, doe maar niet filmen, dat is niet goed voor het imago. Dus ze zitten hierboven allemaal met een mahjong. Je weet wat mahjong is, hè, dit. Zo met die steentjes, zeg maar. Doe je dat elke vrijdag? Best vaak. Ja, best vaak, hè? Ja. Geweldig. Nou, lijkt me later ook leuk, man, als ik dit zo heb, zoiets. Dan komen jullie allemaal langs, gaan we de hele dag gamen met z'n allen, weet je. Vet, man. En haar moeder van Iris, die komt dus, die gaat ook best vaak heen. En dan gaat ze altijd koken voor al die mannen. Ze hebben hier ook nog een keuken hierboven en dan gaat ze daar koken. Ik mag even niet veel meer, sorry jongens, maar zo grappig, hè? Dus dit, Lin, dit is eigenlijk puur voor de impression. Hier wordt helemaal niks gedaan. Het lijkt een bedrijf, maar ze zitten boven gewoon maar jong te spelen. Geweldig, geweldig. Alright. Ja, dus buiten, heel even buiten kijken. De takken heb je altijd. Werkt het. Zo. Ah ja. Ja. Export en import business. En terwijl de mannen boven mahjong aan het spelen waren, ging ik even een beetje tekenen. Normaal doe ik dat met waterverf, aquarel en zo. Maar ik had mijn iPad meegenomen, hadden jullie gezien toch? En ik wil een beetje leren te kunnen tekenen op die iPad. Maar dan urban sketching. En urban sketching is wanneer je buiten bent en dan zeg maar tekent wat je ziet. En ik zag deze airco en ik dacht, nou, dat is schitterend. Die ga ik even tekenen. Mooi, hè? Maar het is wel leuk, want in Procreate, die app die ik gebruik, daar wordt ook automatisch opgeslagen hoe je tekent. Kijk, een soort replay. Zo grappig, hè? Afijn, tekeningetje gemaakt in de pocket. En toen gingen we op naar de bank. En dat verhaal zal ik je even vertellen, waarvoor wij naar de bank moesten. Papa, we're back, father can. Okay.
最近我都没来，Lijkt wel een badkuip. Dit is oude Taiwanese stijl, hè? Die tegeltjes zo. Len? Ja. Lijkt een swimmingpool. Kijk. Oh, zo rustig hier, hè? Zo, deze outside voor de shop. We hebben een shop in de toekomst. Ja. Inside, oh ja, oh, dit is wel leuk. Ja, allemaal soort tuintjes. En veel minder herrie. Ja, ah, zie je, een soort community. Aparte design, hè? Kijk dan, jongens. Zie je dat? Een soort paleis, maar toch ook weer niet of zo dan, hè? Ah, fijn. Kijk, Iris heeft een Taiwanese bankrekening. Hier in Taiwan nog steeds heeft ze dat. Altijd behouden. En ik zeg tegen Iris, nou, de aankomende tijd dat we hier zijn, hebben we natuurlijk wat geld nodig om daarvan te kunnen leven. En in plaats dat we elke keer gaan pinnen of onze creditcard gaan gebruiken, waar je een transactiekosten over betaalt bij elke transactie, zeg ik tegen Iris, laten we gewoon aan een groot bedrag naar jouw bankrekening sturen in Taiwan en dan gaan we daarvan leven. Maar ik zeg tegen haar, ik wil niet in één keer een groot bedrag sturen. Ik wil eerst even testen of het werkt wanneer je geld verstuurt van de ING naar Taiwan. Ja? Dus ik zeg tegen Iris, laten we eerst even €50 versturen naar jouw bankaccount in Taiwan. Dus wij dat gedaan. Maar weet je hoeveel transactiekosten we moesten betalen over die €50? €31. Dat is veel geld, maar aan de ene kant ook weer niet. Want als jij een miljoen verstuurt, ja, in één keer, dan betaal je ook €31. Dus het is geen percentage. Dus hoe minder geld je verstuurt, hoe duurder het relatief wordt. En ik had dus €50 verstuurd als test. En ik heb €81 daarvoor betaald, maar ik wou die workflow testen. Enfin, het geld is aangekomen bij de Taiwanese bank. En die belde ons op, want die vond het zo raar, €50 van ene HRPA, de heer Percy Antonius Tienhoven, uit Amsterdam, ING hoofdkantoor Amsterdam. Ja, kom maar even naar de bank toe, zeiden ze. Want we willen je verify, we willen je zien. We willen stempels zien, handtekeningen zien. Voor die €50 moesten we helemaal naar de bank. Nou, daar gaan we, hoor. Oké, nou. Even een stempeltje zetten bij de bank. Een stempeltje zetten. Om €50 in ontvangst te mogen nemen. Ah, we zijn er. Commercial Bank. Stempeltje halen. En wat ik altijd grappig vind om te zien bij die Aziaten, is dat ze een enorme... Ze zijn technologisch heel erg vooruitstrevend. Iedereen zit ook trouwens in crypto hier. Wordt veel gedaan met crypto en dat soort dingetjes. Maar de banken en de overheid, die werken allemaal nog met papier. Het is zo raar. Dat schijnt in Japan ook te zijn. Voor de mensen die in Japan wonen, want ik weet dat een aantal mensen die mijn video's kijken in Japan wonen. In Japan doen ze ook nog alles met papieren en faxen en weet ik veel wat. Kijk, in Nederland hebben we steeds minder bankfilialen. Sterker nog, je mag blij zijn als je een pinautomaat kan vinden bij jou in de buurt. Maar in Taiwan is het bijna andersom. En de grap is ook, je moet ook echt naar het hoofdkantoor komen. Dus niet je lokale kantoor, maar echt, ja, je moet best wel ver reizen. Om een stom stempeltje te zetten. Om €50 in ontvangst te mogen nemen. Ik weet niet wat beter is, beste mensen. En kijk, zo is waarschijnlijk mijn transactie binnengekomen daar. Op een faxmachine. Fantastisch. En check dat computer operating systeem daarachter. Kijk dan. Een soort DOS of zo. Wat is dat? Dat is zeker geen Windows en ook geen macOS. Het is wel bizar, hè? Een van de meest belangrijke beroepen nog zo ouderwets is. Bizar. Zo handmatig allemaal. Allemaal voor €50. Vind je het gek dat die transactiekosten zo hoog zijn? Zoveel werk zit erin. Fantastisch. Vraag even of we meer kunnen sturen nou, hè, vanaf nu. Of we $10 miljoen kunnen sturen. Vraag even. Alsof we dat ook hebben. Afijn, de bankzaken zijn geregeld. De nodige stempels zijn gezet en ik sta nu bij de bank genoteerd als een vertrouwelijk persoon uit Amsterdam. En je weet, ik loop altijd de zeik op 020. Potverdorie, sta ik daar genoteerd als Amsterdammer. Maar de workflow die werkt, dus ik ga nu een grote bedrag sturen. En ja, ik moet natuurlijk wel weer €31 transactiekosten betalen. En ja, de bank gaat mij ook bellen
van hey, komt dit van jou af, dit geld? Maar ik hoef er niet meer naartoe om mijn stempeltje te zetten. Nou, vooruitgang jongens. Vooruitgang. Tijd voor een bakkie koffie. Hey, dit is dan? Kijk dan. Dit is echt 10 liter cappuccino gekregen. Holy shit. Kijk hoe groot dit is. Oh, kijk eens. Wat? Zo. Hou mee kijken. Het is heel moeilijk te zien hoe groot het is. Kijken. Hier. Zo, ik heb 5 dagen niet slapen. Ik ben net van mijn jetlag af. Ik kan eindelijk slapen. Nou, daar gaat hij. Augen. Wel lekker. Ja. Nou, niet heel. Zo veel, hoor. Ik kan dat lekker. Jongen, joh. Ik loop daarachter, daar. Tot 2 mensen die me aanspreken. In het Engels. Een gast die zegt wat uit het niks zegt tegen mij. Happy New Year. Oké. Waarom zegt hij? Waarom zegt hij Happy New Year? Wat is een fucking onzin. Ik denk dat die man al 2 jaar lang Duolingo heeft gedaan. En nu zit hij eindelijk een buitenlander. Kan hij even oefenen. En wat zei die ander? Ja. Are you from the United States? Ja. USA. Are you from the United States? America. En daarna ging hij Japans tegen mij praten. Inderdaad. Echt? What the fuck? Lachen man. We gaan heen. Oh ja. Echt zo random, die gast komt naar mij toe. Happy New Year. Het is november, pik. Jongen. Oh man. Alright. Ja, dat is een beetje het enige wat je kan overkomen als je een buitenlander bent in Taiwan. Dan willen ze even met je Engels praten, even oefenen, weet je. Vooral de oudere generatie wil dat doen. En de jonge generatie die schaamt zich een beetje voor de kwaliteit van hun Engels. Terwijl ze het juist heel goed kunnen. Maar die ouderen die zijn dan weer heel trots dat ze een paar woordjes kunnen. Zoals Happy New Year. In november. Je wordt trouwens als buitenlandse toerist nooit lastiggevallen in Taiwan. In de zin van, weet je bent wel eens in het buitenland, hè? Dan komen ze op je af en dan willen ze iets aan je verkopen. Een horloge, of een nep t-shirt, of een zonnebril. Of zit je lekker op een terras, moet je opeens een hengel kopen. Dat ken je wel, toch? Als je op vakantie bent. In Taiwan heb je daar geen last van. Ze willen wel altijd even weten waar je vandaan komt. Dat vinden ze wel altijd leuk, weet je dat? En dat is grappig, want aan mij kunnen ze nooit echt zien waar ik vandaan kom. Ik zie er niet echt uit als een Nederlander of een Europeaan. Weet je, een Nederlander in het oogpunt van een Taiwanees is een blank en lang iemand. En ik ben zeg maar het tegenovergestelde. Een bruin, klein, kreupel krekeltje. Snap je? Maar ze vragen ook altijd aan mij van, waar kom je vandaan dan? En dan zeg ik, waar denk jij dat ik vandaan kom? Nou, Rusland, Pakistan, Filipijnen, Kazachstan, allemaal dat soort landen. En dan zeg ik, nee, ik kom uit Nederland. Nou, daar geloven ze helemaal niks van. Helemaal niet, dat kan niet. Ja, dat is de front. Je zit in de front? Nee, niet met z'n allen achterin. Ja. En ga maar voorin. Ze u rijden. Nou, zoals je zag, we hebben onze spullen ingepakt. Want we gaan namelijk naar de zus van Iris. In de hoofdstad van het land, genaamd Taipei. We zitten dus in de taxi. En moet je kijken, had zijn telefoon daar hangen. Maar hij heeft ook zijn hoesje erom. Maar hij heeft hem ook in de car kit. Ik denk, hoe heb je dat gedaan, hè? Oh, hij heeft er een gat in geknipt. Kijk, zie je? Slim, jongen. Slim. Zie je dat daar? Afijn, we gaan naar de zus van Iris. Omdat, ja, we hebben haar zo lang al niet gezien. Weet je, 3 jaar pandemie. We konden er niet naartoe, bla, bla, bla. En de zus van Iris, die heeft ook een kindje. Ik heb een nichtje, beste mensen, in Taiwan. En dat nichtje heb ik dus nog nooit gezien. Ze is nu 3 jaar oud. En door de pandemie heb ik haar dus nooit in het echt kunnen zien. Dus we gaan er nu even naartoe. De zus van Iris woont in een prachtig appartement, ga je zo meteen zien. Maar het is wel heel klein en daardoor moesten we dus een hotel boeken om bij haar in de buurt te kunnen blijven slapen. Want we kunnen niet bij haar logeren, zo klein is de woning. Dus we gaan eerst even naar het hotel om daar onze koffers af te leveren. En dat was ook grappig, hè? Moet je opletten wat er gebeurt, moet je opletten. Alright, fine. Bij het hotel. Oké, moet je kijken inside. Dit is een pick-up. Kom. We kunnen naar binnen. Is het hier? Ja. Hup, hotel? Oh ja, hotel.
Okay, now let's go. Wow, this is a security check. It's like a little Schiphol. Wow! What the fuck is this? Over the corona, that is just me now, man. Oh, sorry. Niao. Niao. Nou, top die coronamaatregelen. Wel bijna dood als longpatiënt. Maar fijn, we konden nog niet inchecken, dat mocht pas later. Maar we mochten wel onze spulletjes even achterlaten, zodat we door konden naar de zus van Iris. En je ziet hier al gelijk, in de hoofdstad in Taipei, het wordt allemaal wat luxer en wat netter, de mensen zijn wat anders. Het ziet er wat, ja, wat beter uit dan waar ik eerst was, zeg maar. Oh, ze is er, ze is er. Oké. Okay. Oh, daar ben ik ook weer. Daar gaan we weer, daar gaan we weer. Ja, één, twee, ja? Oh, dat doet hij niet. Alleen. Ah! 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 Oké. De temperature. Temperature of what? Your body temperature. Oh, de body temperature. Hoe weet je dat? Oh, de camera. In twee, drie, yeah. Ah ja, kom nou, kom nou. Quality content.互助街17號。Wauw. Hey. Yes. Er zit een goede cafeetje daaronder. Koffie. En hoe gaat vandaag? Alright. Op bezoek bij ons nichtje. Onze Taiwanese nichtje. Ik heb haar nog nooit gezien. In het echt dan, hè? Die huizen zijn zo crappy allemaal. Maar die auto's zo dik. Ze steken al het geld in hun auto's. In plaats van een likje verf op het pand. Kijk, we gaan nu het appartement binnen. En dit is een mooi voorbeeld hoe die nieuwe appartementen in Taiwan gebouwd worden. Die hebben aan de onderkant een enorme hal, zeg maar. Met een security guard. Hier zit er eentje, maar soms zitten er wel eens twee. En die man die doet van alles wat. Hij is natuurlijk gewoon security guard. Zorgt ervoor dat er geen ellende binnenkomt. Hij belt nu de zus van Iris dat wij er aankomen. Dat zij visite heeft. Wij kunnen dus niet standaard doorlopen, zeg maar. Het is heel erg beveiligd. Dat is heel raar, want Taiwan is een van de veiligste landen ter wereld. Maar hij neemt ook je pakketje in ontvangst. Kijk, die kaart daar allemaal wordt het neergelegd. Hij zorgt ervoor dat de hal beneden geen pokkenzooi wordt. Dat er geen hangjongeren zijn of auto's geparkeerd staan voor de deur. Allemaal dat soort dingetjes. Geen collectanten. Het is veel meer dan puur een security guard. Je kan een taxi bij hem bestellen. Hier hebben mensen Uber Eats besteld. Kijk daar. Wordt daar neergezet. Hij bewaakt dat dan eventjes voor je. Weet je, dat soort dingetjes. Daarna loopt hij mee met je naar de lift. Want hij heeft een speciaal sleuteltje dat hij de lift kan bedienen. Die kan je niet zelf bedienen. Tenminste, wij niet als visite, zeg maar. Iris haar zus wel. Dus je komt ook niet zomaar het appartement in. Dus hij klikt dan hier voor jou op de lift, zie je. Nummer 2, oké. Okay. En daar ga je dan. Ik denk als Nederlander, hè, van ja, dit kan je toch helemaal automatiseren. Het is onhandig. Je moet daar vet veel betalen per maand waarschijnlijk. Gewoon automatiseren met de blockchain. Maar de Taiwanese, die vindt menselijke service heel erg belangrijk. Vooral in die nieuwe appartementen, winkelcentrum, het is allemaal menselijk contact. En het heeft ook wel wat, hè. Wij in Nederland, wij doen alles automatiseren. Dat is ook wel handig en efficiënter. Maar je mist toch ook wel een soort menselijke interactie of zo. En in Taiwan heb je constant menselijke interactie. Het kost wat, maar het is ook wel gezellig. Enfin, we zijn bij de zus van Iris aangekomen. Schoentjes uit. En eindelijk zie ik mijn nichtje voor het eerst, beste mensen. Eindelijk. Koffie! Oké, okay. Okay. Koffie! Oh, so cute! So cute! Hey, take a look! Hey, hey, hey!
is small. Small? Yeah, I think they're way bigger. 很肥啊, it's really small. 很胖了, it's a thick word. It's a thick word, yeah? 有胖有人做的。哈哈哈哈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 。哈哈哈
Yeah. Ja, ja, ben ik gewoon oom, jongens. Al 2 keer. Van Jill Tienhoven. Kijk, dat is mijn echte nichtje in Nederland. Van mijn broer. En van Koppie. Dat is het hondje van de zus van Iris. Is ook mijn nichtje. Ome Percy was wel moe van het reizen. En weet ik veel wat. Dus ik moest echt even op mijn beademing gaan liggen snel. En het hondje kwam erbij kijken. Kijk, zo schattig. Want weet je, ik dacht, ik ga even gauw bijtanken. Want hier bij de zus van Iris met al die vrouwen. Ja, dat wordt altijd heel hectisch. Kijk maar. Wij zijn Taiwan. Ja, oké, okay, magic. From Taiwan. From Taiwan, Mo Xingling. There we go. Oh, we zijn nog bezig. De zus van Iris gaat een magic show geven aan ons, jongens. Nou, ik ben benieuwd. Kan je de bitcoinprijs omhoog toveren? Nou ja. Oké. Okay. Oh, oké. Ja? I'm already recording. Oké. This is part of the show. Okay, yeah. What is this? Nanan, wait. What are you going to do? Music. Oh, music. No, I get copyright claims on YouTube. Okay. Yeah, okay. Ladies and gentlemen. Taiwan number one. Yes. China number two. Mo Xingling. No, I show you, yeah. It's a cat hat. Mm-hmm. It's a hat, okay? Mm-hmm. Now, show you inside. It's a little size. How do you call this? Dice. Little size. Okay. Yeah. Then, okay, you help me. You say, 变大! 变大! Okay, 变大! 变大! Okay, 变大! 变大, it's bigger. Yeah, 变大! 变大! Okay. 1, 2, 3, 变大! Now it's very big. Oh my god! 变大! Oh my god! Now I'm okay. Okay. You go. Yeah? Bishop! Oh my god! Holy shit! Nanan, did you see it? Amazing! Man, het ging de hele avond maar door met die magic shows. Lachen, hè? Hoge energie, hè? Jongen. Gelukkig had ik even geslapen. Al die hectiek, al die vrouwen. Ah ja. Afijn, later moesten we toch naar het hotel teruggaan. Want we gingen daar slapen in het hotel natuurlijk. En mijn schoonmoeder, die ging met ons mee. Maar we hebben maar 1 kamer. Dus moet jij maar eens even raaien waar mijn schoonmoeder gaat slapen. Oh, fuck. Ik klik daarop. Sorry. Hier. Oh. Wow. Wow. How big? How big? Here you can add. Yeah. Uitzicht genieten. Wow. Nice. Netjes. Netjes. Even hoteltour, hè. Wat hebben we betaald hiervoor trouwens? Per avond. 50 euro, sorry. 50 euro per nacht. Ja. We hebben een goed deeltje kunnen krijgen. Omdat de zus van Iris hier ook wel eens verblijft. En daar hebben wij gebruik van gemaakt. Daar hebben we korting gekregen. Nou. What the fuck is dit? Okay. Ja, want jouw moeder blijft hier slapen bij ons, toch? Ja. 1 nacht. Waar dan? Now they cannot arrange because it's already late. Ja, geen extra bed. Ik ga gewoon daar, jij in het midden, en dan gaat zij gewoon hier, je moeder. Ja joh, maar dan moet jij wel in het midden, anders ga ik haar per ongeluk vasthouden. Dat gebeurt wel eens in de nacht en dat wil ik natuurlijk voorkomen. Snap je wel, hè? Ja? You sleep with us? Nee, ik ga met
OK. Yeah? 我是木鱼睡中间，我睡那边，你睡这边。OK. Nou, dan lig ik dan met mijn schoonmoeder in bed. In de hoofdstad van Taiwan. Kijk, mooi weer afvinken van mijn bucketlist. Hartstikke idee. Beste mensen, dat was de video voor vandaag. Ja, ja. Hé, maar ik heb de volgende video alweer klaarstaan voor je. We gaan namelijk op pad hier in de hoofdstad naar een gebied wat Dam Shui heet. We pakken de metro, we gaan er naartoe. Daar woont namelijk een oudere dame, een vriendin van Iris. En die woont in een absurd mooi, echt nieuw woningencomplex. Maar kijk, het is echt bizar, man. 4000 woningen op elkaar gebouwd, echt bizar. Maar er is één nadeel om daar te wonen. In dat gebied zijn namelijk heel veel geesten. En deze taxichauffeur die vertelt daarover. Want hij is namelijk in contact geweest met die geesten. Dat en meer in de volgende video. Vind je het leuk om te zien? Vergeet niet te abonneren. En wij zien elkaar later. Joep!